Ja, tuurlijk. Ik kan daar, weet je, van als ik tegen je zeg van hé, als je tegen mij belooft van hé, ik ga dat ding iets voor je doen, weet je wel. Mm. Dan geloof ik ook op alles dat je dat gaat doen. Ja. Als je weet dat het best wel belangrijk is, weet je, want het is voor een bepaalde datum, doe het dan ook. Ja, klopt. Nee, en ik denk dat heel erg als mensen niet in afspraak laten komen. Gozer, waarom denk je dat ik hier zo aan mijn plaat ging bij de hele groep? Jongens, het mis complete betrokkenheid. 0,0. Ja, nee, snap ik. En dan krijg je daar vervolgens een... Ja, is... terwijl, heel eerlijk, we zitten niet in een maatschappij waar het echt per se normaal is dat mannen in hakken lopen of wat dan ook. Nee. En dan ga ik je niet verwijten als jij dat niet wilt. Want ik ga je moeilijk forceren van, en je trekt nu ook die hakken aan. Nee joh, maar dat is ook helemaal niet insteken. En joh, ik heb alle loffe homo's en ik vind fantastische mensen en ik ga er ook mee om in de buitenwereld. Ja, maar ik hoef niet met hakken hier te lopen. En dat is eigen keuze. En normaal gesproken kan me niet gek genoeg, vind ik alles best. En... Ja, maar dat, weet je, dus ik vond het ook gek dat je daar echt... heel hard op werd aangesproken en werd aangekeken door mensen. Namelijk de twee, hè. Dat was deze. En die kwam er later dus direct op terug, Jens. Ja. En die zat alleen maar te knikken. Ja, dat klopt. Ja, ja. Hij zei, ach jongen, ga alsjeblieft elkaars kont even kussen. Wat is nieuw. Even serieus. Ja, maar ik zei ook nog tegen haar, als je bijval krijgt, dan is het allemaal... Maar zei dat, die gaf grote bek tegen van ja, je bent... dus ja, ik had misschien niet de handschoenen in je gezicht moeten duwen van dat eieren weghalen. Maar je hoeft je niet zo te doen als een bitch, weet je wel, dat soort dingen. Mijn vrienden die stond echt goed in de poten, man. Ik zei ook, weet je, van, je hebt het echt goed gedaan. Ja, en ook terecht hoor. Ja. En met die heb ik voornamelijk ook een beetje, je hoort aan haar dat ze niet oprecht is. En ik heb dat zo vaak tegen haar gezegd. Maar dan... Van je hoge stem gaat ze dan zitten, dan gaat ze, oh, heerlijk gekomen. Nah. En dan vervolgens zegt Merel, wil jij meehelpen om het roze huisje ei vrij te maken? Ja hoor. Oh. Zo fake, jongen. Ja. Ik kan ook gewoon merken bij sommige mensen dat opeens, ik zei tegen Dylan, schreeuwde jij het podiumsoort of doet Andrea dat? Dylan, nee, ik heb het druk. Ik ben mezelf oké met wat precies. Ja. En dan vervolgens zegt Andrea, zeg ik later naartoe, zegt ze. Nee, ik heb druk, zeg maar wat. Ja, maar het atelier moet verbouwd worden en dat soort dingen. Laat het dat dan aan iemand anders over. Ja, maar je staat er gewoon bij doen. Hm? Ook kunnen ze wegbrengen? Kijk, laten we dat dan anders doen. Dat iemand anders dat dan regelt daar. En als jij dan focust op dat. Want daar zit blijkbaar jouw expertise en niet in dat. Dus... Nee, ja, dat vinden mensen moeilijk hoor. Dingen loslaten. Vooral als ze het dan in een kopie hebben. Maar jongen, ik ga er zo slecht op, jongen. En er zijn er een paar mensen die heel dicht bij mij staan. En dat vind ik echt toppers. Bijvoorbeeld een Hiss vind ik echt een fantastische topper. Ja. Vind ik zo'n schat. En die rent voor iedereen, die vliegt voor iedereen. Klopt. Die heeft, klopt. Kun je leuke gesprekken mee voeren. Is gewoon een oprecht lieve vrouw. Ja. En ook die is een beetje in de middenmoot altijd. Laag in de middenmoot. En dat snap ik dan niet. Ik vind Hiss echt een leuke vrouw. Loopt er altijd wel bij als een slontje. Maar het is wel echt een schat. Hey, maar you can make a difference. Ja. Ja, echt leuk ja, mens. Klopt. Dat vind ik misschien nog wel de meest oprechte en leuke persoon van Utopia. Ja, oprecht hoor. Bijvoorbeeld deze die heeft dan nog wel eens zijn momentjes en dan denk ik soms ook wel... Kom op even. Ja. Met die heb ik het ook nog wel eens af en toe. Maar, weet je, wees gewoon lekker jezelf. En mensen vragen me ook heel veel van, joh, ga je ook winnen? Wil je winnen? Ze reden ook voor het blad. Van, denk je dat je Utopia gaat winnen? En ik zei, nou ja, luister, ik ben finalist. En of ik het ga winnen, weet ik niet. Maar heeft ze ook gevraagd wie jij denkt dat het gaat winnen of niet? Heb je ook antwoord gegeven? Jij. Heb jij dat gevraagd? Heeft ze dat ook aan jou? Nee, of... Alleen of dat jij wilt winnen? Ja. Ja. En toen zei ik van, ik ben finalist, dus ik maak een kans op. Mm. Heel politiek correct. Ja. Maar dat vind ik het ook. Kijk, heel eerlijk gezegd, wat ik net ook tegen jou zeg, ik weet niet wat mijn kansen zijn. Ik weet het niet. En als ik diep in mijn hart kijk, vind ik wel dat ik bij de laatste 5 hoor. Ja. Maar ja, dat moet gegund worden. Het moet allemaal zo goed lopen. En dat dus. En dat is prima. Het is ook natuurlijk van, wie valt het af? Waardoor, hoe blijft de groep dan over? Weet je wel wat ik bedoel? Als... Die heel snel wegvallen en eventueel zei, dan heb je die bijvoorbeeld, en dan weet je bij jezelf dat je ook best wel een van de eerste bent die vervolgens, maar ja, als ik heel realistisch ben, is ze onderaan een van de eerste. Ja, klopt. Ja, en dan heb ik eigenlijk het, kijk, weet je, zij wordt ook heel erg gevoed door die, hè.
Echt, dat is zo. Sinds dat die weer terug is bij die en dat die weer daar zit, is helemaal mis. Is helemaal mis. En ik kan me nog heel goed herinneren vanaf het begin. Toen zei ze van, oh, zullen we even een beetje kloten? Zullen we even een beetje dit? Zullen we even een beetje dat? En toen gingen ze bij mij een emmer op de Mongoolse tent zetten en dit en dat. En dat ik de tent dan open deed, dat er dan een emmer over me heen zou vallen. Mm-hmm. Maar ik ben geen... Dus dat zag ik en dat hoorde ik. En, uiteindelijk heb ik het er zelf overheen getiefd. Nou, op zouten. Nou, toen begon zij nog. Van, nou, had ik nog een fles met allemaal van de spoordrank. Ik heb het gezien, ja. Allemaal een spoordrank. Echt een hele vieze, kleverige troep. Uh-huh. Nou, ik dacht van, joh, ik krijg lekker de tyfus hier. Maar ja, als je die bij elkaar is mot. En dit is echt een stokertje, jongen. Die. Ja, en dan, kijk, als je voor deze zou wegvallen. Uh-huh. Ik denk dat die ook heel erg gaat bijtrekken, want ik ken haar heel lang. Mm-hmm. Zij is best wel chill. Alleen in groepsverband is ze niet zo chill, want hij zat altijd een clipje op. Maar zij is een kameleon. Dus toen ik met haar ging destijds, was het best wel chill. Maar zij paste zich aan mij. En ik ben ook best wel chill. En dan levelt dat wel. Maar ja, hij is best wel een beetje een beetje kinderachtig en zo. Mm. Dan gaat zij er ook een beetje naar leven. Dus deze weg, dan valt hij ook wel mee. En zij krijgt heel veel negativiteit van hem. Zeker. Dat is heel zeker. En dat zijn altijd wel waarden. Ik vroeg aan hem, gisteren had ik een gesprek met hem. Ik zei van, hij zei, papegaai, patina. Zeg ook even, wat vind je van mij? Ja, je begint steeds meer show te maken, allemaal dat soort dingen. Ik zou zo'n show maken. Ja, als je zo'n rondje maakt, als je dan dit zo over je schouder haalt. Ik zeg zo, dat krijg ik niet gevoerd van iemand of wat. Dat is gewoon zelf wat ik doe. Mm-hmm. Ja. Wanneer ik bijvoorbeeld aan je weet, weet je wel. Dat is gewoon, dat je gewoon unharmed gewoon iets doet, weet je wel. Als ik bijvoorbeeld van je weet dat je dat kapot irritant vindt, maak ik een rondje, doe ik het expres laag en loop ik weg. Mm. Weet je wel. En dat is wat me hem altijd irriteert, dus ik doe het altijd. Mm. Ja, nee, je was altijd heel erg positief, je was positief in het begin, maar ik dacht mezelf, nou, hou op hoor. Ik kan wel bullshit, maar hij was ook heel erg positief in het begin. Mensen worden hier gevormd, hè. Mensen gaan er toch anders op reageren. En dat geeft allemaal niks. Yo, ik heb hier ook echt gigantische stappen gemaakt persoonlijk. Ik was dus ook een nettebak. En op een gegeven moment is het dan klaar. En dan hebben we hier alles. En dan vind ik alles ook wel weer best. Mm-hmm. Maar als er weinig is, dan ben ik wel iemand van... Lalalala, ik neem mee. Maar nu hoeft het allemaal niet meer. En joh, iedereen heeft zijn twistjes hier wel. Ja, maar... Dat heeft hij hier ook. Maar hij is heel negatief. Heel negatief. En dan soms denk ik ook wel van, joh, wat wel een leuke vent. En ik denk dat je buiten echt wel met hem kan lachen. Maar ik weet niet. Hij zei ook tegen mij van, als er ruzie of sensatie is, dan ben je er meteen bij. Dan zit je aan de zijkant en dan geniet je een soort van, ik zeg, maar Jens. Maar dat klopt wel. Dat klopt. Ja. Ik geniet ervan, omdat hier buiten heb ik alleen maar ruzies en discussies. Dus hier is een stuk minder. En ik ga niet onnodig opeens ruzies en discussies maken. Dat vind ik een beetje net wat te veel van het goede. Wanneer andere mensen ruzies hebben, dan zit ik er inderdaad goed op. Jij bent er wel bij, Helter. Ja. En dat is ook niet erg. Weet je, ik ben naar het betreft eigenlijk een sensatiezoeker mee. En hij zegt zo, ja, ik heb nooit ruzie bij. Als ik alleen maar ruzie heb, dan gaat het over wie de rekening betaalt, weet je. Dat doe ik mezelf, nou ja. Ik heb meestal ruzie over wie de rekening betaalt. Van, jij betaalt, nee, ik betaal. Ja. Maar, nee joh, maar dat, zo spreekt het voor iedereen. Ja. Heel eerlijk gezegd, ik heb hier zoveel ruzie gehad, jongen. Dat is ongekend. Maar ik buiten heb ik nooit ruzie. Nooit. De clubs ook niet. Oh, nee. Nooit. Echt nooit. Yo, ik ben clubfotograaf. En als er ruzies zijn, dan ga ik ertussen van. Kappen, jij ook kappen. Jij die kant op, jij die kant op. Ik heb nog nooit een klap gehad. Nooit. Ik kan je niet napraten als in dat ik ook nooit ruzie bij heb. Jij bent net wat meer snap en... Ja, precies. Weet je. Ik ben daar best wel confronterend mee. Weet je. Van als je een probleem met me hebt... Wat? Ja, dat geloof ik. Weet je, ik blaar. Net als bij de kraam daarnet. Ja. Maar... Het, weet je, ik ga zeggen van, nee, ik ben helemaal niet zo, weet je, want dat zou gewoon, één, dat ken ik mezelf blijkbaar niet. Nee, maar dat is... En twee, weet je wel, als mijn familie het dan thuis ziet, weet je, dan denk ik zo bij, Jordi, we weten allemaal dat je een sensatiezoeker bent. Het is gewoon je gezicht wat je dan gewoon verliest. Ja. Je geloofwaardigheid. Ja, en dat is ook zo. En dat daar heb ik wel eens moeite mee hier, hoor. Kijk, er zijn natuurlijk een aantal mensen favoriet, maar dat denk ik soms ook wel eens van...
als ik Utopia zou winnen, zou ik het wel als mezelf willen winnen. Ja, niet per se als mezelf. Karakter. Ik wil hier niet winnen omdat ik hier nu in één keer straatjes ga leggen en dat ik dit ga doen, dat ik dat ga doen. Nee, ik ben gewoon lekker mezelf. En als dat niet goed genoeg is om de titel te winnen, dan is dat prima. Ja. Dan is dat niet zo. Maar soms denk ik ook wel van, als bijvoorbeeld andere mensen hem wel winnen en die zijn wel soms even een beetje, oeh, kijk maar dit, hoe krijg ik hier, oeh, even zo, dit steentje, daar een steentje. Dan denk ik van, ja, waarom win je hem dan? Omdat je de mooiste versie van jezelf hebt laten zien, omdat je jezelf bent. Ja. Dat is meestal dan het eerste. Van, er zijn ook maar echt een aantal mensen die echt hunzelf zijn. Hè? En ik, persoonlijk zeg maar, ik ben er echt één van. Zij is er echt één van. Ja. En voor de rest, ik niet leuk bedoeld. Nee, dat snap ik ook hoor. Maar... Zij is heel puur. Ja. Zij is heel puur. Ja. En dat weet ik ook en dat zie ik ook en dat merkt ook iedereen. Maar er zijn hier gewoon een aantal fake personen, echt waar. Tuurlijk. Maar je merkt ook wel dat een aantal mensen nog echt in een bepaald proces zitten. En dus die zijn zich nog aan het vormen. Als ze ervoor openstaan. Ja. Bijvoorbeeld, ik ben er ook eentje van. Ik ben ook heel erg gestegen in de zin van in mijn persoonlijke ontwikkeling. Ja. En communiceren, weet wat wel werkt, wat niet werkt. En zulke dingen die onthoud ik allemaal. En dat is het platform heel mooi voor. Ja. Je kan zoveel shit leren. Als je een keer iets fout doet, dan kunnen we het wat beter doen. Ja, klopt. En bijvoorbeeld, ja, ik vind haar ook heel puur. Ja. Dat vind ik ook heel puur. Ja. En dat zijn wel mooie dingen. En Brandon vind ik in dat opzicht ook wel puur, maar ik vind hem niet... ja, heel eerlijk, als ik vind hem niet Utopia waardig of zo. Ik vind wel, hij hoort wel bij de laatste vijf, maar... Niet titelwaardig? Nee, en dat komt gewoon puur omdat hij niet alles heeft wat een winnaar moet hebben of zo. Hij is wel een bouwer, maar je ziet hem nooit, je hoort hem nooit. Bij gemeenschappelijke problemen hoor je hem nooit, dan zie je hem nooit. Ja. Hij is in principe bouwer en hij is best wel een chille dude, maar voor de rest... Ja, ik kijk een beetje naar... Dus, er is een show, RuPaul's Drag Race, en daar hebben ze een soort van... staat dingen, het heet kunt. En de kunt staat voor charisma, uniqueness, nerve en talent. Mm. En er zijn hier niet een aantal mensen, en ik vind daar Brennan wel één van, die niet charismatisch is. Als ik heel eerlijk ben. Charismatisch. Oh, charismatisch. Ja, sorry. Charismatisch. Ja. Nee. Ik bedoel, kijk, als ik met hem praat, heb ik het hartstikke leuk en alles. En... maar hij is heel erg voor op de achtergrond. Weet je wel, waar als er mening wordt gevraagd, dat je jezelf op de voorgrond kan zetten, weet je, van dat je je mening uit, denkt hij van ja, laat maar zitten. Maar ook meer in de zin van, ik wil je nog gewoon 3 leuke maanden hebben. En dan denk ik mezelf van, je kan nu 3 leuke maanden hebben en je mening geven. Je hoeft hier niet altijd alles binnen te laten houden, weet je wel. Nee, maar kijk, dat speelt wel een beetje bij hem van... Ja. Dat vind ik dan wel jammer, want had hij echt wel andere dingen in kunnen doen. Ik ben nooit... Hij zegt nooit wat. Nooit. Hij is alleen maar het werk en hij zegt alleen maar de politieke correcte dingen. We hebben een tijdje ook moraalridder genoemd. Maar puur omdat hij altijd voor het meest sociaal... gewenst antwoord. Ja, is... Van, oh ja, dat kan echt niet. En dat kan echt niet. Nee, dat kan niet. En misschien is hij zo, maar ja. Ik kan me niet voorstellen dat je in de buitenwereld... als maar van, ja, geen mening over. Nee, we gaan door. Zo kan je ja, ik kan je even vertellen, ik kan mezelf niet de wereld voorstellen dat ik zo zou zijn. Mm. Echt niet. Nee, ik ook niet. Kijk, in het begin gaf ik wel politiek correcte antwoorden, weet je wel, even. Ik hou nu eventjes wijs op mijn mond, allemaal terecht. Echt dingen. Terecht. Maar na 2 weken dacht ik mezelf, fuck this shit, ik ga dat echt niet meer doen. Ja, je kan 2 dingen doen. En als ik in de situatie van jou had gezegd, precies hetzelfde gedaan. Gewoon eens even een beetje aankijken van, joh, hoe en wat, en wie doet dat, en... Joh man, toen ik binnenkwam ook, ik heb iedereen geobserveerd, jongen, dat wil je niet weten. Ja. Maar ik hield mijn bek niet. Dat was voornamelijk een ding. Ik had mijn grote wacht. Je bek, ja. En dat is ook mijn kracht. Kijk, ja. Heel eerlijk gezegd, ik dacht ook niet... ik kan een hele grote bek hebben, maar ik heb een klein hartje. En dat zie je af en toe dan ja. Al wel eens. Maar, af en toe. Ja, vaker dan in het begin, hoor, moet ik zeggen. Maar... Weet je, de mensen die dicht bij me staan weten wel hoe ik ben. En, ja. En ik heb overal mening over en dat is inderdaad zo. Accepteer hem of accepteer hem niet. Nou, mijn moeder had het in de post toen geschreven, Dagmar ook.
Mijn moeder en Dagmar vinden het heel knap hoe erg ik ben veranderd als in dat ik ook gewoon een discussie. Kijk, dat is nu niet meer het geval sinds en afgelopen week. Mm-hmm. Maar dat ik wel een periode heb gehad dat ik ook gewoon discussies uit de weg ging. Weet je, van ik heb hier geen zin in. Ik laat het hier nu bij en dat ik gewoon nog gewoon doorloop. Mm-hmm. En dat ik niet verder over begin, dat is heel knap. Want ik ben een persoon die meteen. Ja, ja, dat begrijp ik ook wel. Ja. En dat ook met mijn eerste 2 weken hier. Ik vond het van mezelf echt knap. Dat ik de eerste 2 weken ook gewoon... Cool down en alles. Ja. En toen begon het. Tussen ons 2 als eerst. Ja. Ja, dat klopt. Ongeveer ook in deze situatie. Ja, hier. Ja. Nee, en... Ja. Kijk, toen sprak je gewoon aan van... joh, daar ben ik helemaal niet gewend. Dat, nee, joh, maar laten we daar niet meer over hebben, joh. Maar hoe noem je dat? Ik vind het wel heel geinig, weet je, van dat ik gewoon 2 weken... mezelf gewoon kalm heb kunnen houden. Een terecht, ik heb precies hetzelfde gedaan. Het is gewoon ook slim. En uiteindelijk, weet je wat ook moeilijk is? Ik had het vandaag ook met Shell. Ik kan eindeloos blijven vuren. Maar op een gegeven moment zat ik ook bij mezelf van ja... Wat voor kun je aan doen? Ja. Heeft toch geen nut? Nee, dat heeft geen nut. En ik zeg nu ook allemaal wel dingen die echt net wat een beetje te... Te ver of zo. Ja. Maar gewoon, dat hoeft ook allemaal weer niet. En dan ben ik weer puur uit emotie. Van, ja, ik ben dom. Maar dat is gewoon vervelend. Weet je, dat dan kijk, er wordt een actie gedaan. Rio had op een shirt getrokken. Zondag heb ik aan haar gevraagd, Milena, ben je hier om je tijd uit te zitten of niet? Weet je, toen zei ze, nee, ik ben niet gekomen om hier mijn tijd uit te zitten. Ik zeg, nee, dat is niet de vraag. Ben je hier nu nog de komende 3 maanden dat je je tijd uitzit?
hier ga ik niet verder op in en denk ik mezelf van meid. Mm-hmm. Ja, dat snap ik. Kijk. Kijk. Ik heb buiten haar om heb ik ook allemaal even fotografisch gemaild en zo. Want even buur om even dit besef te geven. Het kan allemaal wel, maar zit je ervoor in. Ja, maar het dingetje is dus. En dat is, vind ik dus heel jammer. En dat snap ik dus ook niet. Bij iedere tegenslag is het meteen bam. De kaarten klappen in haar gezicht, dan moet ze in de bed gaan liggen en dan moet ze het wegslapen. Vers in hier. Gerrit, zendertje. Och, dat tier. Wat meen je dit? Ja, dat... Oké. Okay. Niet? Jawel. Oké. Okay. Dan moet ze het wegslapen en dat snap ik gewoon niet. Dat snap ik gewoon niet. Nee, dat is het ook. Weet je, bij slagen moet je opstaan. Klaar. Maar ja, de ene heeft dat wel wat meer geleerd dan de andere. Ja, misschien is dat het. Hey, wat is... Slaap lekker, Gerrit. Nee. Ga je zo meteen een pauze nemen zodat ik even snel straks kan bijwerken of niet? Eigenlijk niet. Oké. Okay. Nee. Moet het per se op deze? Ja, hij staat alleen op die. Wil je hem wellicht dan doorsturen naar die PC? Ja, zeker. Alleen doorsturen, ik zei voor de rest niks brengen. Fuck. De officiële, ja, die ja. Deze? Ja. Oh.